In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Jess. Zij is een transvrouw. Wel of geen hormonen? Wel. Vertellen of geheim houden? Vertellen. Online of offline daten? Offline. Wel of geen kinderwens? Wel. Transvrouw of vrouw? Transvrouw. Wanneer wist je dat je in het verkeerde lichaam geboren bent? Ja, echt 3 jaar wist ik het zeker, dat ik het ook tegen mijn moeder zei. En toen je 3 was? Ja, toen ik onder de douche stond. Ik zag de poes van mijn moeder en toen dacht ik, nou, die wil ik ook. Ik haat dit ding eigenlijk. Toen zijn ze wat gaan kijken van, wat kunnen we hiermee doen? Toen kreeg ik thuishulp. En dan gingen ze met de camera, gingen ze mij volgen. En dan gingen ze kijken van, hoe reageer je? Reageer je heel erg jongensachtig, meisjesachtig? Nou, daar zagen ze al dat ik meer toch meisjesachtig was. Maar als ze mij hadden gevolgd, dan had ik ook allemaal Barbies gepakt. Twijfelde je niet ook soms? Of? Nee, ik wist het donders goed. Aan het gevoel van binnen, dat ik niet blij was met wie ik was. En ik had zo'n hekel aan mijn geslacht. Hoe gingen dan een beetje je ouders daarmee om? Ja, heel wisselend. Nou, mijn moeder heeft de ziekte MS. En daarbij heeft ze ook hele erge stemmingswisselingen. Dus de ene keer was ik dan haar lieve dochter. En de andere keer was ik een aandachtzoeker. En voor bepaalde mensen zijn transgenders ook mannen die het liefst lekker de escort in willen gaan. Zo zag mijn moeder het. En toen ben ik een documentaire gaan kijken van Valentijn. En toen was echt alles duidelijk. Ja? Meteen ook. Mijn ouders die stonden er ook helemaal achter. Er zijn soms nog fases dat ze eventjes denken van, misschien niet, misschien wel, misschien niet, misschien wel. Maar ja, dat is voor hun ook moeilijk. En hoe was dat op school toen? Op school wisselend. Mensen die er goed op reageren. Maar je hebt natuurlijk ook mensen waar het gewoon echt in het verkeerde keelgat schiet. En dat ze je gewoon naar school gaan opwachten en al die dingen. Dat ik ook wel eens een keer in de vijver ben getrapt met mijn fiets. Wat zijn een beetje zo de fases in je transitie geweest? Toen ik 10 was, toen kwam ik voor het eerst in het VU. Dit is een fase dat je nog een beetje kan denken van, wil ik hiermee verder gaan? Maar ik was al gewoon zeker erover. Dus ik bleef maar wachten en bleef maar wachten tot ik mijn eerste vrouwelijke hormonen mocht krijgen. Dat was op mijn 16e. Vanaf de start tot mijn operatie heeft 3 jaar geduurd. Ik zou eigenlijk op mijn 18e al geopereerd worden. Maar door heel veel stress en al die dingen ben ik heel erg afgevallen toen. Omdat, ja, ik wil het niet echt anorexia noemen, maar ik kreeg wel een eetstoornis. Meer om het gevoel van, ik ben niet wie ik ben, dus ik kan alleen mijn gewicht zelf controleren. Ja, daar had je vat op. Als je dan zo naar die hele periode kijkt, weer van 9 jaar, wat zijn dingen die echt niet goed gegaan zijn? Ik kreeg eigenlijk al van tevoren te horen van, oké, je operatie is het laatste wat je krijgt van ons. Daarna is eigenlijk de nazorg gewoon weg. En ze zijn toen vergeten om tegen mij te zeggen na mijn operatie dat ik mijn hormonen mocht verhogen. Dus ik heb echt gewoon 2 jaar of zo gewoon de hele tijd te lage hormonen gehad. Doordat de nazorg niet goed is in het ziekenhuis qua hormonen en al die dingen na de operatie, gaan heel veel transvrouwen experimenteren met hun hormonen. Omdat ze denken van, het werkt niet meer, terwijl het ook heel gevaarlijk kan zijn. Het heeft natuurlijk ook risico voor je hart en trombose. Hoe voelde je je na de geslachtsverandering? Weet je dat nog, dat eerste moment dat je dan dus wakker wordt? Het klopt nu helemaal. Ook omdat ik wakker werd en keek zo en mijn broertje die stond naast mij. En hij zegt, wow, nu mag ik je echt officieel mijn zus noemen. En dat voelde ook gewoon zo fijn. En toen had ik ook echt het gevoel dat mijn leven was begonnen eigenlijk. Hoe voelde het toen je voor het eerst ging voelen? Dus het is gewoon, ik kan gewoon makkelijk zo doen en je hoeft niet de hele tijd zo te doen. Het voelde gewoon normaal. Ja, ja. Ja, ik denk normaal. Dat normaal is het perfecte woord ervoor. Waren er dan ook nog dingen waar je tegenaan liep die je vooraf niet had ingezien? Na een tijd na mijn operatie kwam ik toch wel een beetje in een depressieve periode. Omdat er gewoon problemen waren over dat ik misschien wel het idee had dat ik foute keuzes had gemaakt. Dat ik zaad achter had kunnen laten houden. Ook omdat ik dus heel vroeg ben begonnen en op mijn 11e al puberteitremmers kreeg. Dus het eigenlijk nooit op gang is gekomen. Maar hoe ouder ik nu word, en ik ben nu 26, voel ik toch wel iets van, ik wil ook kinderen.
eigenlijk toen dacht je van nee, ik wil het niet. Laat het allemaal zo snel mogelijk gebeuren. En daar heb je nu achteraf dus misschien wel spijt van. Ja, alleen zou ik daarin wel weer willen kijken van zijn er geen opties in het ziekenhuis? En ik heb wel van opties gehoord. Maar als je daaraan... Wat ik heb gehoord is dat zij bij jou een stukje huid of beenmerg of zo kunnen weghalen. En daar je DNA uit kunnen halen. En dat kunnen ze pakken en dan zouden ze dus of een eicel kunnen maken of sperma. Wow. Dus ik ging dan meteen vragen in het ziekenhuis. Op dat moment werd er heel erg naar mij gekeken van waar heb je dit vandaan? Niet van zo'n blik van je bent gestoord, maar meer zo'n blik van jij mag dit niet weten. Oh. Het wordt waarschijnlijk niet geaccepteerd in Nederland, omdat het te dichtbij klonen komt. Klonen klinkt wel heel alienachtig. Maar dat vinden mensen ook van transgenders. Toen ik begon met mijn transitie vonden ze het ook alienachtig. En ik denk als het langzaam in de wereld wordt gezet en dan zijn we over 10 jaar daar toch allemaal wel aan gewend. Ja, het is helemaal niet dat dat bestond, joh. Ik ga het ook eens uitzoeken. Werkt jouw vulva hetzelfde als die van mensen die geboren zijn met de vulva? Qua gevoel wel. Ja. Maar qua bevochtiging is het wel wat lastiger. Maar een biologische vrouw kan dat dus ook hebben. Dus, oh ja, jij noemt het een biologische vrouw. Ja, zo wordt het in het ziekenhuis altijd gezegd. Maar dus die vochtigheid, dus dat denkt dat je minder snel, of word je niet nat? Ik kan wel een beetje nat worden. Maar ook met kunnen klaarkomen en zo, dat is ook allemaal prima. Ja, ik denk dat het vooral ook tussen je oren zit, klaarkomen. Maar qua gevoel en de tintelingen en zo, ja, kan het wel. Vertel je wanneer je date gelijk dat je een transvrouw bent? Ja. Oh ja? Ja, tuurlijk. Hoezo tuurlijk? Ik vind wel dat jouw partner dat moet weten. Wat zijn dan een beetje reacties die je vaak te horen krijgt? Word je wel nat? Kan je wel wat voelen? Ja, met dat nat worden is dus wel een redelijke vraag op zich. Ja, ja. Ik zou eerder vragen van, past die er helemaal in? Of maar verder. Past die er helemaal in? Is dat wel een relevante vraag dan? Ja, dat is bij mij zelf een ding. Daar ben ik ook heel vaak onzeker over, omdat als ik een paar weken niet dilateer, dan wordt het ineens weer... Dat dus, is dat je... Want dat ja, moet je even uitleggen. Het zijn 4 verschillende dildo's in verschillende maten. Ja. En dan ga je 1 voor 1 het naar jouw ideale grootte brengen. Ja, van binnen. Van binnen, ja. Dus dan moet je het gewoon erin stoppen en dan of spelen wat je zelf wilt, of het er gewoon ingedrukt houden. En zo rekt het van binnen op. Word je wel eens geseksualiseerd omdat je een transvrouw bent? Ja. Ja, heel erg, juist nee. En hoe merk je dat dan? Via Insta, via Snapchat, allemaal berichtjes, dickpics. En dan zeggen, mag ik het in jouw gemaakte poesje spuiten? Dat ze ook wel eens sturen van, je bent transgender toch? En dan zeg ik ja. En dan zegt ze, ja, wil je niet voor 500 of 600 euro iets doen? En dan denk ik, het is zo'n rare kijk op bepaalde mensen, dat ik dan ook mezelf soms ga afzonderen en... Ook misschien nu, bijvoorbeeld als er nu wel iemand echt serieus gaat zeggen tegen mij van... Hey Jess, ik vind je echt leuk. Dat ik nu het gevoel krijg van, ja, dat zijn jouw leuke woordjes om mij in bed te krijgen. Snap je? Omdat dat is al zo vaak gebeurd. En dan denk ik, gaat dat nog veranderen? Zijn er ook dingen die je daaraan hebt gehad? Aan alles wat er is gebeurd, je transitie? Het klinkt heel raar, maar ik ben aan de ene kant wel heel erg blij dat ik het zo heb mogen meemaken. Het heeft me ook een hele andere kijk gegeven naar hoe... iemand zich kan voelen. Ik heb dit allemaal van dichtbij gezien, dus dan kan ik het makkelijk uitleggen. En ja, wel fijn, want het heeft ook een beetje het gevoel dat ik wat slimmer ben op bepaalde dingen qua ziekenhuis en qua ontwikkeling. Ja. Maar verder ben ik er trots op, want het heeft me gemaakt wie ik ben. Heb jij nou iemand die je hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Alright. Hé, hey, eet jij je wortels? Eet jij die liever gewoon rauw of gekookt? Rauw. Rauw? Ja. Vind je gekookt niet lekker? Zo zacht. Ja, zo sappig. Hè?